Een minuut stilte. Wegen het overlijden van het zoontje van Joel Tillema. Je kon een speld horen vallen op de Middelmos. En er wordt dan ook gewoon gevoetbald. Ignacio. Spakenburg met rouwbanden, Ignacio ook. Ignacio richting Dietewig. Ignacio is los en Hens ook nog. Maar daar ga je niet voor fluiten, want die komt per ongeluk tegen de hand aan van die verdediger. Net niet, Riley. Net niet, jongen. Op de paal. Het is bekend, hè? In de vorige editie van Rijnsburg-Spakenburg scoorde Ignacio er 6 van de 7. Goeie bal van Westmaas. Van Heemwijk, balletje binnenkant, back. Wijks met de voorzet. De pegel is van Jeroen Hessing. Te laag geraakt. Hij gaat graag mee naar voren, hoor. Die verdediger van Rijnsburgse Boys. Van de Bogart. Goeie combinatie. Voorzet. Hessing. Oh! Ja, net niet op maat. Of je loopt net niet goed. Feit is wel dat het nog 0-0 blijft. Amos Guillou met de corner voor Spakenburg. Van de lijn afgehaald. Goed dat hij daar stond. Sardar. Rijnsburgse Boys voor de punten. Spakenburg ook. Maar nog kans op het kampioenschap. Moet er wel gewonnen worden van de Uien. En er is geen Rijnsburger die daar aan mee wil werken. Amos Guillou, wat is dat toch een goede voetballer. Stroker zou kunnen. Hij kiest voor de voorzet. Oh, Tol! En Tol! Kees Piertol. Mooie goal. Na een fout van die andere Tol van Rijnsburgse Boys, Leon. En het zoeken is natuurlijk naar Jordi Stroker. Daar is de voorzet. Kijk, Tol kopt hem naar die andere Volendammer. Die bij de tegenpartij speelt. En daar wordt hij niet vrolijk van Nieuwkoop. Ewijk met de vrije trap voor de Uien. Dietwig moet lossen. Ja, dan moet je attent zijn. Aardige vrije trap, hoor. Ignacio. Overtreding. Ja, natuurlijk is dit een overtreding. Geel vind ik wel overdreven. Maar de vrije trap is volkomen terecht. De afstand is groot, hoor. Ignacio. Hé, hey, die gaat in de mangel. Ook hier kan je even fluiten. Hij zegt, ik fluit wel, maar voor de rust. Dus is de ruststand 1-0 voor Spakenburg. En moet Rijnsburg iets in de tweede helft? Broodje bal, broodje worst. Altijd lekker in de rust. En dan de tweede helft. Wijks. Rijnsburg speelt nu richting de kantine. Dat wil nog wel eens helpen. Marvin Wijks. Goed balletje. Goed meegegeven. De voorzet. Dietewig. Verwerkt die bal tot corner. Ignacio. Ignacio. En weer Dietewig. Dit keer met de voeten. De bedoelingen van de ploeg van Oosterlee zijn duidelijk in die openingsfase van de tweede helft. Ignacio. Sardar. In de combinatie. Sardar. Oh, Danny van der Vijver. Hier had je uit moeten halen, jongen. Verwoestend. Makkelijke prooi voor Dietewig. Ja, wie mag er nou gooien? Er is wel discussie. Sardar zegt, dan doe ik het wel. Van Ewijk. Goed. Ignacio. Ignacio! Raak! En hij is zo blij als een kind. Weer scoort hij tegen Spakenburg, waar hij ooit vooruit kwam. En op een vervelende manier vertrok. Kijk, de rouwband voor kindje Tillema. Daar kust hij op. Riley Ignacio. Tillema en Ignacio zijn vrienden. Hij viert het dan op deze manier. Met de supporters. Kust de rouwband. Wijst omhoog. De band gaat weer om. En loopt richting de dugout van Spakenburg. Daar zit zijn maat. Die het zo moeilijk heeft. De laatste weken, de laatste maanden. Respect. Heel veel respect. Corner. Woehoe!
Daar was bijna de tweede voor Rijnsburg. Het blijft volgens nog 1-1. In een open wedstrijd. Dit is goed gevoetbald. Van Spakenburg. En van Nieuwkoop. Oh. Stroker. Met de voorzet. Tol. Kees Pier Tol. Topscorer van de Spakenburgers. Uithalen van Nieuwkoop. Pareren. Haha. Het is een wedstrijd waarin allebei de kanten kan vallen. Stroker. Auw, 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 auw. Ja. Dat wordt een kaart. Rood. Nou. Is dat niet wat overdreven? Ja, de actie was onbesuist van Jordi Stroker. Tegen zijn oude ploeg Rijnsburgse boys. Ja, hij gaat door, ook op het been. Rood. Het tikje van Ewijk. En Spakenburg door met 10. Voor de laatste 10 minuten. Dieter Wieg. Na die vrije trap. Uitstekende parade van die voormalig doelman van ADO Den Haag. Tol verslikt zich weer in Tol. Kees Pier Tol op weg naar de tweede van Spakenburg. Tol van Nieuwkoop. Oho! Wat een redding zeg. Van Richard van Nieuwkoop. Het is de middag van de keeper zou je bijna zeggen. Spakenburg, ja de ploeg moet winnen om druk te houden op Kozakkenboys. Dat is duidelijk. Komt hij hier dan? Komt hij hier dan? Kees Pier Tol. Tillemaan invallen. Hoho. Heel Rijnsburg en iedereen hier op de Middelbos had het juist hem gegund. Joe Tillema. Van Leeuwijk met de vrije trap. Dieter Wieg! Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken hoor. Absoluut. Sadar dan met de voorzet. Jeffrey Koeman! Zo, voorlangs. Het blijft 1-1 in Rijnsburg.